Hoe goed kent u het kinderrechtenverdrag? Ja, dat is een hele goede vraag, Ando. Mijn werk als wethouder is natuurlijk om alle rechten van het kind te kennen. Want ik ben verantwoordelijk voor de jeugd. En dat betekent dat ik ervoor moet zorgen dat de jongeren en de kinderen in Den Haag, dat die gezond en veilig en vooral gelukkig opgroeien. Dus alle kinderrechten die in ons mooie verdrag, wat er nu 31 jaar bestaat in het internationaal verdrag, daar geef ik als wethouder uitvoering aan. En in artikel 4 staat het uitvoeren van alle kinderrechten. Wat is in uw ogen het belangrijkste kinderrecht? Ik vind alle kinderrechten belangrijk. Hè? Het recht om gezond op te groeien, om naar school te gaan. Ik vind ze allemaal heel belangrijk. Het belangrijkste is ook dat kinderen weten wat hun rechten moeten zijn. Wat doet u om kinderrechten bekender te maken? We hebben in Den Haag kinder- en jongerenrechtswinkel. Dat is heel belangrijk dat we dat hebben in Den Haag. We zorgen ervoor, ik als wethouder, dat dat kan bestaan. Dat betekent dat alle kinderen en jongeren daar terecht kunnen. Hè. Dat is de plek waar alle kinderrechten bij elkaar komen in de vorm van informatie. Maar ook daar waar rechten geschonden worden, moeten kinderen weten en jongeren weten waar ze terechtkomen. Als je een recht zou kunnen toevoegen, welke zou dat dan zijn? Het naleven van alle kinderrechten. Het belangrijkste is dat we ze niet alleen moeten kennen, maar we moeten ze ook met z'n allen naleven. Wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat jongeren weten dat ze rechten hebben? Jullie kunnen veel doen. Wat jullie al doen is via de rechtswinkel een manier zijn voor alle kinderen in deze stad. Dat jongeren en kinderen weten dat ze daar naartoe kunnen komen. En dat ze informatie kunnen krijgen over alle kinderrechten. En als ze met iets zitten, als ze vinden dat iets niet goed gaat, dan kunnen jullie ook inhelpen of ze doorverwijzen naar een andere plek of andere loket. Maar er moet zeker veel over gepraat worden. Dus hè, hun vertellen wat de kinderrechten zijn, maar ook hoe we met z'n allen de kinderrechten moeten naleven. Dat is ook iets waar op school of in vriendschapskringen met elkaar gepraat kan worden. En zo kunnen jullie een bijdrage leveren en zo kunnen wij allemaal wat doen voor alle jongeren. Hoe is het om vaak als wethouder gezien te worden en niet als Kavita zelf? Dat verschil maak ik niet. Het is als wethouder van zo'n mooie stad Den Haag, waar er veel jongeren wonen. We hebben ruim 130.000 jongeren. Is het een mooie stad om overal wethouder te zijn. Ik ben constant als wethouder ook in de stad veel. 24/7 zou je bijna kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd ben ik ook mezelf en ben ik ook gewoon Kavita.